De bekerkoorts slaat overal in de stad toe. De belangrijke wedstrijd leeft enorm in Nijmegen en patisserie Strik heeft ook gedacht aan de NEC-fans die niet naar de Kuip kunnen. Zij maakten een soes met de clubkleuren van NEC. Nou, het is zo, we hebben natuurlijk nagedacht over de grote wedstrijd die gaat komen. En veel mensen die kunnen niet in het stadion zijn. Het leek ons leuk om een gebakje te maken wat thuis voor de buis en wat makkelijk uit de hand kan worden gegeten. Dus we hebben een soes gemaakt, een heerlijk frisse soes en die hebben we de Bikkel genoemd. En dat is naar de mascotte van NEC vernoemd. Dat is een soes die is gevuld met een aardbeien-citroenmoes. En die hebben we met chocolade afgemaakt. En dan in de kleuren van NEC en een logootje wat we zelf hebben gemaakt van de bekerfinale. De naam van het soesje heeft dus ook met de club te maken. Kotte van NEC is Bikkel. En wij dachten eerst aan Bikkeltje. Maar we hebben in dat kader hebben we dus een beetje verder zitten denken. En met het hele team een beetje brainstormen. En zijn we op het idee gekomen om een langwerpige soes te maken die makkelijk te eten is. En die ook nog heel erg lekker is en er gewoon ludiek en leuk uitziet. Omdat de finale dichterbij komt, is er veel interesse voor het Bikkelsoesje. Zeker nu na het einde van de week. Hè, nu het echt begint, de koorts een beetje begint op te lopen. Gaat het steeds beter, dus we verkopen er steeds meer in de winkel en we zijn natuurlijk heel benieuwd wat het weekend gaat doen. Maar we hebben redelijk wat voorbereid, dus we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. En wat de voorspelling voor de finale betreft? En persoonlijk denk ik aan een 0-1 voor NEC. Dus dat hem dat gaat worden, in ieder geval gaan ze winnen.